Dames en heren, allereerst wil ik graag kort stilstaan bij het tragische helikopterongeval afgelopen zondag op de Maasvlakte. Een ongeluk waarbij helaas 4 dodelijke slachtoffers te betreuren zijn en 1 zwaar gewonden. Tijdens de Tour du Port, een tocht voor wielertoeristen, stort een helikopter neer met 5 inzittenden. Naast de piloot en een werknemer van het havenbedrijf zaten er 3 fotografen in de heli. 4 inzittenden kwamen om het leven. Het havenbedrijf dat de tour had georganiseerd heeft direct besloten de feestelijkheden af te gelasten. De gemeente besloot dat niet te doen. Vanmiddag werd het zenuwcentrum geopend door, hoe kan het ook anders, een fietser. Dat is geweldig, dat is een mooi moment. We gaan nu eindelijk van start met de evenementen van de Tour de France. Geweldig om te zien dat Ahoy zo geweldig is aangekleed en helemaal in de kleuren van de Tour de France gereed is om komend weekend tegemoet te gaan. Ja, ik kan niet wachten. De Permanence, het zenuwcentrum van de Tourstart, is gevestigd in Ahoy. Van daaruit werken ook de honderden journalisten die de Tourstart komen verslaan. En ook de organisatie van de Tour werkt vanuit deze locatie. Even verderop, in het Zuiderpark, wordt druk gebouwd aan het Tourdorp. Vanaf megaschermen zijn daar niet alleen de wielerprestaties te zien, ook de voetbalwedstrijd van vrijdag tussen Nederland en Brazilië is er te volgen. Ik denk dat ook een tourliefhebber ook een WK-liefhebber is. En je wil de mensen toch op alle mogelijke manieren bedienen. Dus ze kunnen wielrennen kijken en toch ook het Nederlands elftal blijven volgen. En ik denk, ja, wat is nou gezelliger dan in dit fantastische park in een lekker zonnetje de voetbalwedstrijd met z'n allen kijken. Hoewel Rotterdam terughoudend is als het gaat om het plaatsen van grote tv-schermen, heeft burgemeester Abu Talib toestemming gegeven voor het vertonen van de wedstrijd in het Tourdorp. Voorwaarde is wel dat de organisatie de veiligheid goed regelt. Tuurlijk, daar wordt wat extra mankracht voor ingehuurd. En dat is allemaal heel erg goed besproken, ook met alle diensten en de gemeente. Dus we zijn gewoon volledig voorbereid op zo'n grote massa die heeft er gekomen. En hoeveel mensen hebben jullie lopen dan qua beveiliging? De exacte avond is een behoorlijke opschaling naar de wedstrijd toe. Maar dat loopt zeker tegen de 100 man aan. En met eventueel in geval van calamiteit is dat ook heel makkelijk op te schalen. Nu wordt er nog hard gewerkt aan de laatste voorzieningen in het Tourdorp. Vanaf morgen 2 uur is het dorp open.